avond. Ik was 8 of 9 jaar toen ik voor het eerst een spreekbeurt mocht houden. Mijn klasgenoten kozen ervoor om iets te vertellen over een hobby of over een huisdier. Maar ik wilde graag een ander onderwerp bespreken. Fantasie. In mijn beleving kon de wereld om ons heen allerlei kleuren en vormen aannemen. En ik vond het magisch hoe je avonturen kon beleven alleen maar door jezelf één vraag te stellen. Wat als? Met tekeningen die ik zelf had gemaakt en met plaatjes van kunstwerken probeerde ik mijn klasgenoten uit te leggen wat ik bedoelde. Of ik echt begrepen werd, dat weet ik niet. Wel weet ik dat mijn verhaal echt vanuit mezelf kwam en dat dit een onderwerp was wat mij raakte. Ongeveer 8 jaar later werd het tijd om over mijn studiekeuze te gaan nadenken. Inmiddels zat ik in de bovenbouw van het gymnasium. Ik kreeg tientallen brochures onder ogen en ik bezocht zo'n beetje iedere universiteit in Nederland. Maar ik werd maar niet enthousiast van het beeld dat me werd voorgeschoteld. Het stond me een beetje tegen dat ik werd geacht me 4 jaar te verdiepen in iets wat anderen al hadden bedacht of onderzocht. Ik miste het dromen, het scheppen van nieuwe werelden en het gevoel dat echt alles nog mogelijk was. Ik besloot het over een andere boeg te gooien en ik ging naar de MTS om te worden opgeleid tot goudsmid. Best een ontgoocheling. In mijn hoofd zag ik waanzinnige juwelen, maar in de praktijk moest ik toch echt eerst leren om die rechte lijntjes te zagen en die haakse hoeken te veilen. En bovendien was er wel wat aandacht voor creatieve vakken, maar het draaide toch vooral om het leren van een ambacht. Maar toen kwam die dag in het tweede leerjaar. We gingen op excursie naar Amsterdam. Op het programma stond een bezoek aan een aantal ateliers van topjuweliers en gerenommeerde goudsmeden. En omdat we er toevallig toch langskwamen, liepen we ook nog even binnen bij die galerie voor autonome sieraden. Sieraden gemaakt door kunstenaars. Wauw, zo kon het dus ook. Hier werd gespeeld met materiaal, maar ook met de vraag wat een sieraad eigenlijk is. Want kun je tekenen met zilverdraad? Verandert de waarde van een stuk afval als je het een gouden randje geeft? En een pleister om je vinger, kun je dat ook als een sieraad zien? En ineens kwam dat kind in mij weer naar boven. Dat kind dat die ene belangrijke vraag durfde te stellen. Wat als? Want was dat niet precies wat die kunstenaars in deze galerie ook deden? En op dat moment, in die galerie in Amsterdam, wist ik het. Mijn pad ligt in de wereld van de kunst en cultuur. Ik maakte mijn opleiding tot goudsmid af en vervolgde mijn studie bij 2 kunstacademies. En een fantastische tijd brak aan. Een tijd waarin spelen en onderzoeken hand in hand gingen. Ik leerde om vragen te stellen over de wereld om me heen, maar ook om te delen hoe ik die dingen zag. Ik leerde om mijn oordeel uit te stellen en eerst stil te staan bij het waarom. En ik leerde dat verbeeldingskracht leidt tot gesprekken. Kortom, ik leerde hoe krachtig de blik van een kunstenaar kan zijn. Als je durft te denken in termen als wat als, dan open je je blik op de wereld. En die blik, die open blik, de blik die een kunstenaar eigen is, die is van onschatbare waarde. Wat als? Wat als ik de onbereikbaarheid van de nacht binnen handbereik wil brengen? Ik stel me voor dat dat zo ongeveer de vraag moet zijn geweest die Van Gogh in 1889 bezighield. Vele uren bracht hij door met het bestuderen van die nachtelijke lucht. Wat als ik hier nog wat kleur toevoeg? Of als ik dat deel donkerder maak?
Wat als ik werk met vlekken en lijnen en me laat leiden door de vormen van de sterrenstelsels? Onderzoeken, proberen, durven opnieuw te beginnen om jezelf te verrassen en het onmogelijke iets minder onmogelijk te maken. Zelf was Van Gogh niet tevreden over het eindresultaat van zijn sterrennacht, maar toch werd dit werk wereldberoemd. Van Gogh was erin geslaagd om iets wat zo ver van ons afstaat, heel dichtbij te brengen. Maar wat als Van Gogh in onze tijd had geleefd? Wat als hij had kunnen beschikken over de hedendaagse techniek? En wat als we daardoor die sterrennacht nog dichter bij ons zouden kunnen brengen? 125 jaar na Van Gogh durft Daan Rozengaarde verder te denken. Het resultaat is een lichtgevend fietspad, gebaseerd op die sterrennacht van Van Gogh. Door zijn onderzoekende houding en zijn kijk op techniek geeft Rozengaarde ons weer een hele nieuwe vorm van beleving. Ondanks een kloof van 125 jaar hebben Van Gogh en Rozengaarde iets heel belangrijks met elkaar gemeen. Ze lieten hun gedachten niet begrenzen. Ze lieten zich niet remmen door kennis over wat niet mogelijk is. Ze durfden verder te gaan waar een ander stopt. Ze probeerden, ze onderzochten en ze gingen verder. Ik geef u nog een voorbeeld, ook een van onze tijd. Banksy. Niet te verwarren met Brixie, die Gorkumse kunstenaar. Banksy is een veelbesproken kunstenaar die zijn werk op onverwachte plekken laat verschijnen. Veel van zijn werken zorgen voor een glimlach op je gezicht. Bijvoorbeeld wanneer hij bij een vlek op de stoep een rat afbeeldt die een blik omgooit. Of bij deze schoonmaakster, die het pleisterwerk van de muur optilt om het straatvuil eronder te vegen. Maar ook meer serieuze uitspattingen behoren tot zijn oeuvre. Wat denkt u van een etalage waarin 19 beveiligingscamera's zijn gericht op een wiegje? In Banksy zie ik een kunstenaar die het publiek een spiegel voorhoudt. Zijn wat als wordt weggelegd bij u als kijker om u aan het denken te zetten. Wat als onze kinderen moeten opgroeien in een wereld waarin ze constant gemonitord worden? Wat als niemand zou omkijken naar de vervuiling op straat? Of wat als we dat allemaal iets meer zouden doen? Wat als we iets meer aandacht zouden hebben voor de wereld om ons heen? Wat zouden we dan voor het eerst echt zien? Natuurlijk valt er over smaak te twisten en spreekt niet ieder kunstwerk of iedere kunstenaar mij aan. Maar waar ik absoluut van overtuigd ben, is dat we van kunst iets kunnen leren. Een kunstenaar kijkt om zich heen. Hij laat zich verrassen. Hij durft vragen te stellen en te onderzoeken. En hij gunt ons daarbij een kijkje in zijn wereld. Soms wordt daarbij humor gebruikt. Soms is het beeld abstract. Soms bestaat het werk uit een tekst, uit een presentatie of uit een beweging. Soms ook geeft de kunstenaar ons met een foto alleen maar een kader mee om door te kijken. Ongeacht de vorm die een kunstenaar kiest, door het werk van een kunstenaar zien wij een stukje van onze eigen wereld op een nieuwe manier. Zo leren we dat niet iedereen hetzelfde ziet, maar ook niet hetzelfde denkt. En dat principe kan ons leren om ook met een open blik naar die wereld om ons heen te kijken. Om ons te verplaatsen in de standpunten van een ander
en om daarover het gesprek aan te gaan. Sinds kort mag ik mezelf directeur noemen van het Gorcums Museum. Een plek waar het draait om kunst. Waar kunst wordt gebruikt om verhalen te vertellen. Om te verwonderen en te inspireren. Of om je even in een andere wereld te wanen. Waar kunst je mee terugneemt naar het verleden. En je laat stilstaan bij de geschiedenis. Waar kunst iets vertelt over hoe onze samenleving er vandaag uitziet en welke rol wij daarin spelen. En waar kunst je laat wegdromen bij wat zou kunnen zijn in de toekomst. Wat als? De tijd dat ik zelf al mijn dagen in mijn atelier doorbracht, die ligt inmiddels alweer een ruime tijd achter mij. Maar die kunstenaar in mij, die is nooit verdwenen. Die heeft mij gebracht tot waar ik vandaag sta. Door te blijven onderzoeken en mezelf te blijven verwonderen, heb ik mijn pad gevonden. En nog iedere dag zoek ik naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Alleen maar door mezelf die ene vraag te stellen. Ik wil u uitdagen om ook op zoek te gaan naar die kunstenaar in uzelf. En om ook uw blik op deze wereld een klein beetje te verruimen. Om u te laten verrassen. En om u te laten meenemen in wat zou kunnen zijn. En daarom stel ik vandaag die ene vraag aan u. Wat als? Dank u wel.